Ik ben Jeffrey Stitt, ik ben 26 jaar, kom uit Enkhuizen en ik ben aangepast albineskier. Toen ik geboren werd, zeiden de doktoren tegen mijn ouders: hou maar rekening mee dat hij nooit zou kunnen lopen. 8 weken te vroeg geboren met een hersenbloeding in het ziekenhuis. En daardoor heb ik CP, cerebrale parese, ook wel spasme in de volksmond opgelopen. Ja, je ziet het wel zijn balans of reactievermogen. Of net niet een goede aansturing kunnen hebben. Ik zie het niet als een beperking, ik zie het gewoon als een challenge. Waardoor ik zelf weer iets moet vinden om het beter te kunnen. Mijn oom heeft ons meegenomen naar Oostenrijk toen ik 5 was om te skiën. Toen ben ik besmet geraakt met het skiën. Wat ik van het begin geweldig vond. En ik was meteen verkocht en ik zei meteen op mijn eerste filmpje van ik zal wel gaan winnen. Ga je best doen? Oh, dat is mooi. Ik heb niet zoveel anders skiën dan ieder ander. Ik zie gewoon 2 stokken, 2 skis. Mensen zien het ook vaak niet dat ik een handicap heb totdat ze me zien lopen, skiën, dan zie je wel dat er iets niet klopt. Maar ik heb wel erg geluk gehad dat mijn moeder veel met me geoefend heeft en dat ik gewoon zo ben. Mijn droom is altijd geweest om goud op de Paralympische Spelen te halen. Dat is nog steeds. Ook al weet ik niet altijd, het zal niet even makkelijk zijn, want we hebben een sterk veld. Maar ik ga er alles aan doen om dat te doen. Paralympische Spelen betekent vooral dat je ook kansen krijgt, ook al heb je in je vroegere leven of nu pech gehad. En daarvoor sta je vaak mentaal al 1-0 voor op anderen, omdat je weet wat de tegenslag is. En de Paralympische Spelen geven voor heel veel mensen gewoon heel veel blijheid, vrijheid. En gewoon een doel om ernaar te werken in plaats van maar al weggezet als iemand met een handicap. Want ik ben meer dan wel. Mans sponsort mij namens Aquin, vooral financieel. Omdat ik ieder jaar aan de Nederlandse Skibond een selectieovereenkomst moet betalen om een deel van ons eigen programma te financieren. En doordat hij dat betaalt, hoef ik er niet naast te werken en kan ik meer op de sport focussen. En kan ik echt voor een goede prestatie gaan straks op de Paralympische Spelen. Ik vind het lastig altijd om mensen te vragen voor hulp. Want ik heb altijd geleerd om zelf dingen te ondernemen en mijn eigen beter te maken. Maar wat Mans namens Aquin voor mij doet, dat is niet in woorden uit te drukken. Dat betekent heel veel voor mij.